Hallo allemaal. Mijn naam is Erika van den Akker. Ik ben kinderarts endocrinoloog in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis. Ik ben medeoprichter van het Centrum Gezond Gewicht, waar we gespecialiseerd zijn in de diagnose en behandeling van mensen met obesitas. En daar ga ik het vandaag wat meer over hebben. Ik ben kinderarts in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en daar behandel ik kinderen van 0 tot 18 jaar met hormoonstoornissen. Daarnaast hebben we in 2014 het Centrum Gezond Gewicht opgericht, samen met mijn collega-internist Lisbeth van Rossum. En daar doen we diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met obesitas. Wat is obesitas? Obesitas is eigenlijk een ernstige vorm van overgewicht. Nou, natuurlijk lang niet iedereen met overgewicht of obesitas moet naar het ziekenhuis. Sterker nog, het is eigenlijk natuurlijk heel erg belangrijk om eerst zelf te kijken van hey, hoe komt het eigenlijk dat ik te zwaar ben? Hoe zit het met mijn voeding? Hoe zit het met mijn beweging? Zoek informatie op het internet. En heel veel mensen kunnen daar al heel veel mee. Nou, welke mensen zien wij dan? Wij zien met name de complexere en de ernstiger gevallen. En die worden doorverwezen door een medisch specialist. En wat zijn dan redenen van die doorverwijzing? Nou, bijvoorbeeld, wat zou hier aan de hand kunnen zijn? Wat zou de oorzaak kunnen zijn van deze obesitas? Omdat het soms zo ernstig is of zo moeilijk te behandelen is, of omdat het zo jong ontstaat dat die vraag opkomt. Dus deze mensen die naar ons toekomen met de vraag van wat is de oorzaak van de obesitas? Dat is niet simpel. Dat is geen simpele vraag. Want je vraagt eigenlijk naar wat is in dit geval bij dit individu van invloed op het gewicht. En daarvoor moet je eigenlijk eerst snappen welke factoren spelen er eigenlijk allemaal een rol op gewicht en op leefstijl. En die factoren, die loop je dan met elkaar langs. En daarvoor hebben we bijvoorbeeld een praatplaat waarbij je in een overzicht kunt zien welke factoren spelen een rol. En in het midden, in de kern, zie je al dat voeding en beweging spelen natuurlijk een essentiële rol. Dus eet iemand niet te veel, beweegt iemand niet te weinig, is de kwaliteit van het eten goed? Hè? Hoe is de kennis over gezonde voeding, over gezonde leefstijl? Weet iemand wat eigenlijk de beweegrichtlijn is? Daar begint het mee. En daarnaast, als je op een gegeven moment weet wat gezonde voeding en beweging is, wat is daar dan van invloed op? Hoe gaat iemand die gezonde leefstijl dan doen? Daarvoor is hij afhankelijk van het systeem waar hij in zit. Dus een kind is bijvoorbeeld heel sterk afhankelijk van het gezin en de ouders. Wat speelt daar voor cultuur? Wat zijn daar voor overtuigingen in wat gezonde leefstijl is? Het is natuurlijk ook afhankelijk van de school waar het op zit. In hoeverre wordt daar aandacht besteed aan gezonde leefstijl? Maar ook, hoe is het sociaal op school? Hebben kinderen vriendjes, vriendinnetjes? Voelen ze zich lekker in hun vel? Of worden ze gepest misschien? En dan kom je op een factor, psychische factoren. Dus in hoeverre speelt stress een rol? Dus mensen die zwaar onder druk staan, heel veel stress ervaren, daarvan gaan ook je biologisch systeem veranderen. Dus bijvoorbeeld, je maakt meer stresshormoon, cortisol, waarvan het lichaam in een vetopslagstand gaat. Dus zo spelen al die omliggende factoren ook weer een rol op je gewicht. En als laatste is dan bijvoorbeeld slaap. Hoeveel slaapt iemand? We weten dat bij slaapgebrek dat een negatieve invloed heeft op je gewicht. Maar er is ook een stuk wat mensen zelf moeilijk kunnen uitpluizen. En dat is een stuk biomedische factoren. En ja, dat is iets wat juist dokters of verpleegkundigen goed kunnen, is het uitvragen en het uitpluizen of er biomedische factoren een rol spelen in het gewicht. Biomedische factoren zijn factoren die het biologisch systeem in je lichaam verstoren en daardoor een effect op je gewicht hebben. Dus denk, waar moet je dan aan denken? Nou, denk bijvoorbeeld aan iemand die medicijnen gebruikt die als bijwerking gewichtstoename hebben. Het meest bekende is bijvoorbeeld prednison of andere corticosteroïden of antiepileptica gebruik. Dus die kunnen belangrijk invloed hebben. Daarnaast kan er bijvoorbeeld een ziekte zijn, een ziekte aan de hormoonsystemen.
die maken dat je gewicht toeneemt. Of een ziekte in de hersenen, die het regelsysteem van je gewicht beïnvloeden. Of een ziekte in de genen, dus een foutje in de aanleg van de genen, die tot obesitas kan leiden. Dit zijn aandoeningen die, waar je echt alert op moet zijn. Waar je echt een beetje naar moet zoeken en goed moet uitvragen bij mensen. Ze worden niet altijd meteen ontdekt. Neem het voorbeeld van genetische oorzaak van obesitas. Die kinderen, dat zijn vaak, wordt dat ontdekt op de kinderleeftijd. Dat zijn kinderen die eigenlijk van jongs af aan heel sterk in gewicht toenemen. En vaak al meteen vanaf de geboorte. Het typische verhaal is dat ouders vertellen van ja, als baby al had het altijd honger. Was een huilbaby. Was eigenlijk maar heel even tevreden als het te drinken had gehad. En dat zet zich dan zo door in een enorme toename van het gewicht. He, dus dat kun je ook in een gewichtscurve zien. Die ziet er dan ongeveer zo uit. He, waarbij je dus vanaf begin van in de eerste levensjaren al meteen uit de normale curve vliegt. Als je dat hebt in combinatie met dat onverzadigbare gedrag, ja, dat is voor ons een signaal van hey, hier moet je echt verder zoeken. En soms vind je dan dus een oorzaak in de genen, een fout in bijvoorbeeld één gen. Nou, bij dit meisje van deze curve hebben we dat ook gevonden. En die had een foutje in het leptine receptor gen. En waarom is dat leptine receptor gen nou zo belangrijk dat het zo'n sterke invloed heeft op je gewicht? Nou, daarvoor moet je iets weten van hoe wordt ons gewicht nou eigenlijk geregeld in ons lichaam. En je denkt gewichtsregeling zit misschien wel in het vetweefsel, maar dat is niet zo. Het zit eigenlijk vooral in je hersenen. En dan zoomen we even in op die hersenen. En daar zit het gebied waar de signalen worden ontvangen van het leptinehormoon. Leptinehormoon wordt gemaakt in je vetweefsel. En dat is eigenlijk bedoeld om jouw hersenen informatie te geven over wat de energievoorraad van je lichaam is. Dus heb je meer vetweefsel, heb je meer leptine, hoger leptine, vertelt aan je hersenen, er is heel veel energievoorraad. Als er veel energievoorraad is, dan zou je hersenen dus eigenlijk moeten zeggen, hey, er is genoeg energievoorraad, we kunnen stoppen met eten, de verbranding mag omhoog, want het gewicht hoeft echt niet verder te stijgen. En dan zie je dus dat het de eetlust dempt. Nou, is dat signaal van de hersenen verstoord? Dus kunnen je hersenen dat leptine niet goed voelen? Dan krijg je dus het probleem dat de eetlust ook niet wordt geremd. En in het meisje met het leptine receptorgendefect zie je dus dat je dan vervolgens altijd honger hebt. Ook al heeft je lichaam meer dan genoeg energievoorraad. En die honger blijft dus dag en nacht aanwezig. Nou, dat is een heel extreem voorbeeld. En dat vinden we ook lang niet bij iedereen die natuurlijk bij ons de polykliniek bezoekt. Dat vinden we in een minderheid van de gevallen. Maar het laat wel heel, heel goed zien hoe ontzettend krachtig die biologie is. Dus door een foutje in een gen, het maakt niet uit wat je in leefstijl doet. Hoe gezond je die ook maakt, deze kinderen worden gewoon extreem veel te zwaar door een foutje in een gen. Zo krachtig is ons biologisch systeem. Dat is dus een voorbeeld van een ziekte. Een biomedische factor waardoor iemand te zwaar wordt. Maar hoe zit het dan bij al die mensen waarin niks gevonden wordt in die biomedische factoren? Hè? Ja, precies. Dus heb je het eigenlijk een beetje over de mensen van de algemene bevolking die veel te zwaar zijn? Nou, dat is interessant, want daar speelt natuurlijk de omgeving een rol. Hè? Maar in die omgeving die we hebben, heb je nog steeds dat de ene mens veel te zwaar wordt en de andere niet. Dat is een hele goeie. Hè? Dus die verschillen tussen mensen, die heeft te maken met ook met verschillen in aanleg. En hoe belangrijk die aanleg is, dan gaan we even terug naar weer je genen. En hoe belangrijk die aanleg is, dat weten we uit tweelingenstudies. Dus door tweelingenstudies weten we wat de rol is van genen in je gewicht. Nou, als je bijvoorbeeld naar dit plaatje kijkt, hè, waarin je tweelingen ziet. Bovenste plaatje zie je twee eiige tweelingen.
die hebben genetisch materiaal dat lijkt hetzelfde op elkaar als een broer en een zus. Die onderste zijn eeneiige tweelingen. Die hebben identiek genetisch materiaal. Je ziet in één oogopslag, kijk eerst eens even naar de lengte tussen die twee. Tussen de bovenste en de onderste. Dan zie je in één oogopslag dat de lengte tussen die twee eigen tweelingen veel meer verschilt dan de eeneiige. Ja. Dat vinden we allemaal heel logisch. Want we weten hoe belangrijk genen een rol spelen in lengte. Lange ouders, lange kinderen. Kleine ouders, kleine kinderen. Dat vinden we normaal. Voor gewicht komt dat ook in die buurt. Alleen dat weten we, is veel minder bekend. Als je naar het bovenste plaatje kijkt, dan zie je dat het gewicht tussen die tweelingen veel meer verschilt dan het gewicht in die eeneiige tweelingen. En op basis van dat soort studies kan je berekenen hoe groot die rol van genen is, van je aanleg is. En die blijkt dus ergens tussen de 50% en 80% bepalend te zijn voor je gewicht. En dat zou dus een belangrijke verklaring kunnen zijn waarom er zoveel verschillen zitten tussen mensen. Wat doen die genen dan eigenlijk bij die mensen? Waarom heeft de een dan een genenpakket waarbij die te zwaar wordt? Wat doen die genen? Nou, die genen die hebben dus invloed, dat zijn honderden genen. Dan heb je het niet over één zo'n gen, zoals bij het meisje met een leptine receptor defect. Dan heb je het over honderden genen. En elk jaar worden er weer nieuwe genen ontdekt die ook van invloed zijn op je eetlust en op je gewicht. En als je in al die honderden genen kijkt, dan zijn er mensen die genen in een gunstige stand hebben. En er zijn mensen die een heleboel van die genen in de ongunstige stand hebben. En er zijn mensen die een beetje een mix hebben. Dat zijn de meesten, die zitten middenin. Ja. Maar je ziet dus, als je in die ongunstige groep kijkt, hè, bijvoorbeeld 10% van de mensen die het meest ongunstige genetisch profiel hebben, dan zie je dus dat die gewichtsverschillen net zo groot kunnen zijn als bij iemand met zo'n biomedische ziekte. Dus dat verschilt niet 1 kilootje of 2. Dan heb je het over verschil van 10, 20 kilo tussen mensen. Dus zo sterk is dat van invloed. En die genen die regelen dus je gewicht. Niet alleen via processen in de hersenen. Maar ook via processen van je hormonen. Dus je darmhormonen. Hoe gevoelig ben je daarvoor? Hoe makkelijk maak je aan? Hoe snel ben je verzadigd na een maaltijd? Dat speelt allemaal een rol. Wij maken er dus inderdaad echt een punt van om niet meteen te zeggen, hey, iemand heeft obesitas, dat moet je behandelen. Nee, we zeggen, iemand heeft obesitas, je moet eerst de diagnose stellen. En je moet eerst goed kijken, hoe komt dit nou in deze persoon? Want als je er iets aan wilt doen, moet je eerst snappen, waar komt het in deze persoon vandaan? Dus er zijn natuurlijk mensen die gewoon heel ongezonde voeding hebben. Oké, dan moet je als eerste daar wat aan doen. Maar er zijn er ook die al heel gezond eten, heel goed bewegen en bij wie hele andere factoren een rol spelen. Soms enorme stress of een vechtscheiding of veel te hoog schoolniveau of autisme of pesten. Zo kunnen er allerlei factoren een rol spelen. En pas als je die goed weet, dan weet je ook waar je het moet aanpakken. Eigenlijk is al in de jaren, eind jaren 40 is door de WHO al vastgesteld dat obesitas een ziekte is. Maar het bijzondere is dat er eigenlijk tientallen jaren lang het als ziekte helemaal niet zo, als zodanig in de praktijk is behandeld. En we komen er steeds meer achter dat obesitas een ziekte is. Waarom? Omdat als je obesitas hebt, dan veranderen die biologische systemen in je lichaam. Een van de veranderingen is, doordat te veel aan vetweefsel, door veranderingen van je vetstofwisseling en door toename van ontstekingsfactoren in dat vet, ontregelen hormoonsystemen. Daarom is het ook een hormoonziekte. Hè? Daarom is de endocrinoloog ook betrokken. Ja. Welk hormoon is dan bijvoorbeeld ontregeld? Nou, een van de allerbelangrijkste is leptine. Leptine-resistentie is een kernfactor in het ontstaan van en het verergeren van obesitas. Dus als iemand eenmaal obese is en er is leptine-resistentie, dan voelen je hersenen niet meer goed het effect van de leptine. En dan krijg je dus dat het
dat je eigenlijk steeds zwaarder wordt. De neiging hebt om steeds zwaarder te worden. Bij type 2 diabetes zegt iedereen meteen, oh, dat is een diagnose. Ja. Wat gebeurt er bij type 2 diabetes? De kern is insulineresistentie. En door die insulineresistentie krijg je gevolgen. Namelijk de suikerhuishouding raakt verstoord en allerlei ziektegevolgen. Bij obesitas is dus ook een diagnose. Daar heb je leptineresistentie met ook weer allerlei gevolgen voor het lichaam. Dus dat zou, die vergelijking kun je maken. De reden dat we wel eerst uitleggen van hoe ingewikkeld het eigenlijk in elkaar zit en hoe moeilijk het is om een lichaam wat eenmaal obese is en leptineresistentie heeft, om dat gewicht weer terug te brengen. Dat is wel belangrijk om je eerst te realiseren. Waarom? Omdat anders de verwachting is van mensen die hier komen bijvoorbeeld. Er komen wel eens mensen die denken, oh, die gaan ons nu helpen. En dan heb ik over een aantal maanden weer een gezond gewicht. Dat werkt zo niet. Waarom werkt dat niet? Omdat je lichaam daar dus tegenin gaat. Dat ligt dus niet aan je wilskracht. Dat is niet omdat je te slap bent. Dat komt gewoon doordat je biologisch regelsysteem veranderd is. Dat moet je je wel realiseren als je begint aan een aanpak. Die aanpak die heeft zeker zin. Dus ga jij factoren van bijvoorbeeld je leefstijlverandering in een gezondere leefstijl. Zelfs als je niet afvalt in gewicht, voegt het toe aan je gezondheid. Dus dat is heel hard aangetoond dat allerlei ziektes die je ten gevolge van obesitas kunt krijgen, dat je daar minder risico op krijgt als je gezonder gaat leven. Dat is één. Het tweede is, we weten ook dat als je niks doet, dat eigenlijk de neiging is dat het gewicht steeds verder omhoog gaat. Dus dat de obesitas steeds ernstiger wordt. En we zien soms, ik heb regelmatig kinderen bij me die zeggen, nou, ik heb van alles aan gedaan, heel hard gewerkt aan gezonde leefstijl, maar mijn gewicht is niks omlaag. En dat voelen ze dan alsof het niet goed is gegaan. En dat is dus niet waar. Dat is een enorm goed effect vaak. Waarom? Want als je terugkijkt, zie je vaak dat het gewicht daarvoor alleen maar toenam. En dat als je je best gaat doen, dat het gewicht stabiliseert. En dat is eigenlijk het eerste waar je naar moet streven. Is dat het gewicht dan stabiliseert. En nog belangrijker eigenlijk, is om te kijken of het je gezonder maakt en fitter maakt. En of je je lekkerder gaat voelen in je vel. Dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Het is veel informatie en natuurlijk is het niet de bedoeling dat iedereen daarvoor, dat is helemaal niet nodig ook dat mensen daarvoor allemaal naar het ziekenhuis komen. Dus het mooiste is als mensen het zelf ook kunnen vinden. Er zijn een aantal weblinks die je daar heel goed bij kan gebruiken. En die heb ik hier op een rij gezet. En eigenlijk zou je dat gefaseerd kunnen langslopen. Hè. Dus eerst zou je kunnen kijken, hey, hoe zit het eigenlijk met mijn voedingspatroon? Is dat gezond? En daarvoor kun je naar het voedingscentrum.nl. En je zou kunnen kijken, hey, wat is eigenlijk de Nederlandse norm gezond bewegen? En voldoe ik daaraan, ja of nee? En dan vervolgens, als je dat hebt gedaan, dan kan je gaan kijken, wat voor andere factoren zijn er in mijn leven die een rol spelen in dat gewicht? En wat zou ik daarmee kunnen? Ja, dus samenvattend is obesitas een complexe aandoening. Het is een aandoening die erom vraagt om eerst goed na te denken en uit te zoeken welke factoren spelen een rol. Dus eerst goed diagnostiek en dan pas de aanpak bepalen.